kijkers van Ties Games. En van Gamefield Excel. En verder kijken naar deze nieuwe aflevering van Skyblock. En met mij en Gio uiteraard. En wat gaan wij vandaag doen, Giovanni? Wij gaan praten over de livestream. Wij gaan praten over het oppakken van Justin Bieber. En verder gaan we nog wat random shit zeggen. Want ja. Misschien het weekend van dit weekend. Want ik en Gio zouden naar elkaar toe gaan. Ik weet niet of ik naar Gio of andersom. Maar ja, Gio's vader was dus dit weekend jarig, dat was hij vergeten. Papa niet dit kijken. Nee, maar ik zet eventjes wel mijn render dus iets lager, want... Oh, wacht, ik weet het. Oké, zo, maar ja, dat was dus zo gewoon... Ja. Dat was hij vergeten. Ja, even kijken, maar dat is dus één weekend verplaatst en dan moeten we nog allemaal vragen of dat inderdaad wel mag en zo, dus... Ja. En Ties, kom eens kijken. Want wij hebben een cadeau gekregen Jezus. Van een kijker. Wat dan? Only for Ties en Gio. X-Piss, nou, dat is Pisslek, Pablo. De boots zijn uiteraard van mij, hè? Ja, Ties en Gio, ik ben een klein beetje verder gegaan. Ik heb één stuk kobbel voor jullie gemined. Zo. En, nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk dat ze dat doen. En potatoes, helaas geen potato dingen. Ja, misschien moeten we ook zo'n donatieplek maken. Ja, nou ja. Ja, hier de kusjeswand, die is ook serieus echt massive geworden. Holy shit. Iemand heeft zichzelf op de Hall of Fame gezet, dat is niet echt de bedoeling. Wat, serieus waar? Ja, hier Mats ziet. Oh ja, we moesten nog iemand kiezen uit de kijkers. Oké, wacht, dat ga ik nou doen. Oké, kies jij maar. Dat ga ik nou gewoon doen, even kijken. Oké, Jill, ondertussen moet jij even mijn kijkers, een beetje, of gewoon de kijkers, een beetje, vermaken. Oh ja, trouwens, doen wij een NPC of niet? NPC, wat bedoel je? Nou, zeg maar zo, van NPC create... Nee, volgens mij... Zo, bijvoorbeeld. Volgens mij geeft dat heel veel lag. Nee, volgens mij hebben we NPC's eruit gehaald. Ik moest voor... Oh ja, NPC doet het niet meer, inderdaad. Nee, oké. Okay. Even kijken. Sky... Het is lang geleden, dus ik weet niet meer waar we allemaal mee bezig waren. Oh ja, hier was jij met het huis bezig. Ja. Dus ik ga hier even wat verhogen, oh, ja, zodat... Oh, we waren met het huis bezig. Even kijken. Ja. Even kijken... Maar onze gespreksonderwerpen, die waren natuurlijk praten over de, de vastzetten, hoe noem je dat? Ik weet niet eigenlijk. Het vastzetten van Justin Bieber. Ja, klopt. Dus wat vinden de kijkers ervan? Dat willen we wel weten. En vinden jullie het terecht of niet? Want zijn auto, holy shit, zag je zijn auto? Wiens auto? Oh ja, holy shit, hij had echt een dikke, wat was het? Een gele Ferrari of zo, hè? Nee, een Lamborghini. Lamborghini, Jezus Christus. Ja, het is echt niet normaal. Het ding is niet normaal duur, joh. Maar op zich... Ja, ik heb iemand voor op de Hall of Fame. Oh, ik kom kijken. Oké. De gozer die op de Hall of Fame kan... Oh, daar ben je. ...is Thijsje... Thijsje 15. Thijsje 15, je staat op de Hall of Motherfucking Fame. En hier, kijk gewoon, Gio. Even aanbidden. Ah, de eerste. Gewoon de eerste op de Hall of Fame. Alle motherfucking eerste. Dus gefeliciteerd met je plekje op de Hall of Fame. En Wall of Fame bedoel ik. En wat we deze episode gaan doen dus, is... het huis verder bouwen. En we gaan eventjes verder praten over Justin Bieber en zijn vastzetting. Maar hij heeft, wat vind jij ervan? Volgens mij heeft hij zichzelf eruit gekocht, of niet? Dat zou mij niks verbazen, want zo arrogant kan die wel zijn. Ja, ik bedoel, als je gewoon zoveel geld hebt, dan zou ik me inderdaad gewoon vrij kopen uit zo'n gevangenis. Ja. Dat doet iedereen denk ik wel, als je veel geld hebt, lijkt mij. Ik weet niet hoe lang die zou zitten. Ik zou het ook niet weten. Met welke techspec speel jij trouwens? John Smith. Ja, ik speel met mijn eigen. Oh ja, en daarachter zien we trouwens ook VIP Town. En daarboven, daar hangt de nieuwe spawn die binnenkort online gaat. We hebben nou ook minigames op deze server, dus dat is ook super vet. Ja. En Giovanni die is ook bezig met zijn eigen server. Dat zo, hey. Hoor je hoe je me noemde? Giovanni. Oeh. Mag dat niet? Mag je niet naar je echte naam noemen dan? Jawel, maar zo noem je me nooit. Wat vind je fijner, Giovanni of Gio? Het maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Oké. Nee, ik vind het toch grappig als mensen mij zo noemen. Maar ja. Oké, ik ga de boom hakken. Oké. Want we hebben hout nodig en we hebben een beetje hout tekort. En ja, we hebben gewoon hout nodig en we hadden geen hout. En ik zet eventjes mijn kacheltje uit, want ik heb het hier heet. Ah, jongen toch. Zijn kachel was trouwens echt heel lekker warm. Was toen tijdens 24 uur stream. Holy shit. Toen zat hij dat ding te pijpen. Maar ik heb nou een nieuwe microfoonplekje. Klinkt nou beter? Nee. Nee, ik klink gewoon hetzelfde, dus ik weet niet. Nou, oké, dan is dat goed. Even kijken, oké. Ik heb deze boom bijna... Ik heb al twee saplings. Nice.
Boom. Gaan we even. Oh, kut. Alle koppen verbrand, jong. Oh, oh Gio, je verneukt weer alles. Ja, ik weet het, spijt me. Maar holy shit, kijk hoe vet het eiland eruit ziet, hè. En moeten wij deze spannen niet weg gaan halen, want het is echt compleet nutteloos. Ook zijn oh, net... oh, oh, er is net één creeper gespawnd. Zo, één creeper in 3 jaar. Ja. dat is wel veel, hoor. Nou, lekker respect voor. Trouwens, is er nog wat bijgekomen bij de kusjeswand? Bram BBG was hier. Ja, er is aardig wat bijgekomen. Ja. Jezus. Koning Empire Rick, goed je job. Wil jij nou ook wat op de kusjeswand zetten? Dan moet je gewoon even wachten tot er een admin online is. En dan ja. kan hij of zij, nee, een hij, want wij hebben geen zij's als admins. Of een moderator uiteraard jou hier naartoe tp'en en dan kan je wat op de kusjeswand zetten. Je moet er wel even voor zorgen dat je een sign bij hebt. En ja, en dan niet jezelf op de Hall of Fame zetten, want we halen je eraf. Want ja, het moet wel even eerlijk vet, blijven natuurlijk. Ja. Maar kijk, er staat Koen heeft natuurlijk weer dikke lul 3 bier. Dat zegt hij altijd. Dikke lul 3 bier, ja klopt, ja. Klopt. Dat is eigenlijk Koen zinnetje. En ze, ik zie aan de kusjeswand dat ze willen dat je meer server tours doet. Ja, er komen inderdaad ook binnenkort meer boom van Sexy Pablo. Nou, helaas gaat deze boom van Sexy Pablo nou weg. Maar servertoes komen er inderdaad binnenkort weer aan. Maar we zijn al op dit moment gewoon druk bezig met de minigames. En totdat dat af is, wil ik eigenlijk dus nog geen servertour doen. Nou, dat snap ik. Wat staat er verder nog veel meer op? Ik ben nu even bezig met het huis. Ik zal zo even kijken. Oh, jongens, dit wordt echt heel episch. En laten we ook gewoon challenges achter over wat wij nou precies moeten bouwen. Voor ja. Skyblock natuurlijk, want wij vinden het natuurlijk super tof dat dit een van onze meest bekeken series is. Nou, bij mij dan in ieder geval. Bij mij niet. maar dat komt wat heel veel op jouw kanaal kijken en dan... Ja, okay, dus, ja, ik snap het. Even kijken. Hé, hey, en wat zeg je? Zullen we hem weghalen of niet? De dinges. Nee? Dan lijkt het in ieder geval alsof je iets gedaan hebt. ja, echt, ja, het is ook zo. ja. Trouwens, hebben wij zand? Ja, we hebben zand. Maar, oh, ja, maar niet meer veel. Nee. Dan moeten we misschien... Ja. Kijkers, breng ons zand. Jullie kunnen ons zand brengen. Oh ja, breng ons zand. Breng ons zand. Kijk, even kijken. Ik zie ja, daar beneden al zand. We kunnen ook fences als ramen doen. Oh god, oh god. Die... Nee, oh mijn god. Ik schrik me echt. De pleuris. Kom eens kijken waar ik sta. Ik verloor mijn shift. En... Oh. Help me. ik zit hier op het randje. Wajo. Oh mijn god. Ja, ik heb geen pickaxe. Jij hebt een pickaxe. Ik ga hier. Wauw. Wow. Ja, we konden ook echt alleen Gio, hè? Ja, echt ik weer. Even kijken. Zo, ja, we hebben wel aardig veel hout. En ja, doneer nou geen diamonds of zo. Die moet je lekker zelf houden. Maar ik bedoel... Ja, daar hebben we ook niet zoveel aan. Gewoon tenminste... wat bouwspullen. Die zouden we wel chill vinden. Zodat we gewoon vet dingen kunnen bouwen. Met zand. Spullen die jij ons hebt gegeven. Gewoon zand, gras. Ja, cobblestone is altijd handig. Misschien wat gravel om het mooier te maken. Ja, dirt. Dus cool. Dat kan je allemaal achterlaten. Ja, we willen hier uiteindelijk echt gewoon een mega stadje hier gewoon boven hebben. En, ja, dat lukt alleen maar als jullie natuurlijk ook bouwspullen... Ja, weet je, we kunnen als ramen ook wel fences doen en zo, maar ik bedoel, jullie snappen het idee wel. Ja. En met zand kunnen we weer sandstone maken, dat soort dingen. Dus dat wordt in ieder geval super chill. Weet je wat ik ga maken? Ik ga een dump chest voor de kijkers maken, zodat ze daar alle stuff in kunnen dumpen. Even kijken. Oh, ik vind dit echt tergend irritant. Ik zit nou steeds met dat slapje daar. Even kijken. Ja, de dump chest die komt hier bij de boom. Bij kijk, de zo boom. Ernaast. Ah, oké. Okay. Nee, dan weten mijn kijkers dat ook. Even kijken, zo. Dump, chest. Ik weet alleen niet waarom hier ladders zitten, dus die haal ik er lekker vanaf. Kijkers. Drop het hier. Nou, oké. Okay. Even kijken, zo. Dan hoop ik dat die bomen snel groeien. En hier zat naar de creeper in. Ja, en nu zit er helemaal niks meer in. Met shaders zie je niks. Nee, er is helemaal één donker gat hier. Ja. We zullen zien of die ooit gaat werken. Ja. Even kijken. Misschien moeten we een bedje maken. Ja, we hebben ook geen rol natuurlijk. Oh. Vertel. Oh. Waar zijn onze beesten? Waar zijn onze beesten? Waar is ons schaapje? Ons lief schaapje. Nee. Wie heeft de kill al gedaan? Want ik denk niet dat kijkers ze hebben gekillt hier. Of ze hadden echt heel nodig eten nodig. Heel nodig eten. Nee. We hadden ze laten neuken, Gio. Oké. Dat was een emotioneel moment. Weet je nog? Ja, dat... What the oh fuck? My god, dat was echt RIP head van users. En ik heb net onze enigste wortel. Oh mijn god, die zon. Holy shit.
Ik heb net onze enigste wortel opgegeten. En we hebben ook een dark oak sapling nu, hè? Als we trouwens, ze moeten ons, als ze ons potatoes brengen, moeten ze niet klare potatoes brengen, want dan kunnen wij die koken. En dan hebben wij wat meer voedsel. Klopt. Dus als jij ons eten brengt, breng het liefst gewoon niet gedaan of gekookt. Nou ja, stiek en zo, dat maakt niet uit. Ja, dat kan je toch niet planten. Klopt. Dat zou wel handig zijn, want anders ja. Ja, maar dit kan je gewoon in. Maar ik heb net ook onze wortels verspild. Oh, hier ligt het. Oh, dat is heel slim. Ja, nou, jongens, wortels brengen. Ja, even gewoon alles brengen, anders jatten we het gewoon. Ja. Okay. Maar het blijft wel Skyblock, dus we mogen niks zelf halen uit de grond zelf. Nee. Dus kijk, want we hebben nu dirt nodig. Voor bomen te planten. Want ja, hebben wij klopt. Dirt? Nee. Ja, we kunnen hier wel wat van afhalen. Ah ja, alle dirt is opgegaan naar de farm een beetje. En oh, hier is heb jij een hou? Nee, ik heb geen hou. Helaas, Pindakees. Ja. Maar soms vergeten wij ook na de aflevering, vergeten wij het spul terug te doen in de chest. Dus... Weet je dat dit mij echt doet denken aan de oude tijden dat wij Skyblock deden? Vertel. Nou, het is nu zo donker en ik weet nog dat ik op de oude computer van mijn vader had ook shaders. En toen was het ook zo dat die eerste versie, dat zelfgemaakte eiland van jou, van Skyblock, weet je wel? Waar je me toen achter elkaar doodsloeg. Ja, hoe lang is dat geleden? Dat was zeg maar de eerste aflevering van Skyblock, maar toen closed die server en toen konden we daar niet meer verder mee gaan. September toch of zo? Ja, zoiets. Ik weet het precies niet. Ik weet het niet precies. Nee, meer. Dat was een beetje onze omspringing van de vriendschap volgens mij. Ja. Toen begon het. Daarvoor Survival Island nog. Ja, die Survival Island. Willen jullie trouwens op 10? Ja, nee, dan hebben we twee series met elkaar. Dat is misschien wel handig voor de views. Veel. Voor de views en zo, want wij doen het allemaal voor de views. Ja. Even kijken. Nee, als ik 200 subs had, dan zou ik het ook gewoon leuk vinden. Zo. Ja, ik vind wel leuk. Ik krijg wel leuke reacties op Skyblock ook. Zo van, ja, waarom doen jullie zo weinig Skyblock? Het is echt een leuke serie en zo. Ja, en misschien, we wouden dit nog steeds gaan livestreamen, maar... Weet je, we komen er gewoon bijna nooit aan. Ik en Gio hebben het samen heel druk. Eigenlijk zitten we elke avond gewoon te bellen, maar... Ja. Oh, trouwens, ik noem dit platform, want het is eigenlijk ook een platform. Platform... Beestenbende. Platform neuk. Beesten. Platform sexual. Ja? Platform erotic. Ero platform. Erotic animals. Oh jongens, even kijken. Ja, die mobspannen die werken dus voor geen ene flikker. Laat even achter in de comments waarom hij niet werkt. Weet je niet hoe hij in elkaar zit? Kijk even de afleveringen terug. Nou, hij is gewoon een heel slecht gebouwde Ties en Ties kan niet bouwen. Oké, goed. Ik heb beter bouwen als jou. Ja, dat sowieso. Oké. Oh, hier kunnen we een broodje van maken. Oké, want ik heb een beetje eten te doen. Heb jij deze geboomd of is deze boom ineens supersnel gegroeid? Ik heb geboonmeeld. Oh, oké. Okay. Hoe kom je aan boonmeel? We hadden bones. Oh, cool. Waarom hadden we bones? Geen flauw idee. Nee, waarschijnlijk ook gedumpt door een kijker of zo. Ja, bedankt! Gozer die dat gedaan heeft. Even hartstikke bedankt. Ik ga even charcoal maken voor wat toortjes, want met shaders is het nu redelijk donker. Oh, zelfs die maan is gewoon vet als je erin kijkt. Ja, echt hè? Dat is trouwens wel mooi bij de andere shaders. Ik kijk even hoe dat bij de Zeus eruit ziet. Oh, daar is ook weer een boom gegroeid. Boompje. Oh, ik hak met mijn handen terwijl ik een ex heb. Bij de nieuwe Zeus ziet het er wat minder uit. De wat? Ik vind de nieuwe Zeus in de nacht vind ik wat minder. Ik vind het zo geel. Ja, ik heb deze van DDG. Ja, ik vind het een beetje te geel, eerlijk gezegd. Oh. Ik gebruik het nu. Ik vind hem op zich wel... Ja, ik heb liever die Goa Pick Medium. Oh ja, die. Die is ook wel mooi inderdaad. Oh, daar gaan totjes. Kijken. Nee, daar beweegt alles gewoon en de maan is dan mooi, de zon is dan mooi, je hebt shaders. Kijk, het huis mooie verlichting. Nou, we hebben gewoon elektriciteit. Oh, dat zou wel vet zijn als ze dat hadden in Minecraft. Ja, hè? Zo'n mod, elektriciteit, dat is ook echt elektriciteit. Nee, gewoon geen mod, gewoon zomaar, gewoon dat het goed klopt. Zat. Oh, ja, hier komt de trap trouwens. Waar je wel elektriciteit hebt, oké. Okay. Hm? Is er een mod waar je elektriciteit hebt? Ja, het zal wel vet zijn dat je eigen energie moet op... Ja, dat kan je wel, maar niet echt per se met... Ja, in Tekken een beetje, maar dat is niet per se zo met stroomlijnen of zo. Daar heb je meer kabels, nee. Trouwens, volgens mij zijn we al bijna weer een kwartier bezig. Ja, klopt. Ik zit naar de tijd te kijken en we zijn al redelijk lang bezig. Ja, mensen, willen jullie nog meer van Skyblock met mij en Gio? Laat het dan zeker weten, eventjes een like achter like. Ja, jullie kennen het hele verhaal inmiddels, maar... Ja. Likes Ja, oké, jullie kennen het verhaal. Ja. En gewoon bedankt voor het kijken. Super tof voor alle steun en voor allemaal abonnees en... En iedereen en alle liefde. Oh. Alle
steun en alle mensen die snappen dat ik een Geonie K zijn, wat? Ja, ja, klopt. Ja, dat is wel zo. Ik twijfel nog, nee. Oh, okay. Waarom zei ik dat? Mensen geloven dat. Ja, nu gaan ze het weer geloven. Oh, ja, tot de volgende keer. Later. Later.